Mechelen was het vandaag 21 graden. Welkom bij 1000 Zonnen. Tussen alle nieuwsberichten door is dit wat ons opviel vandaag. Jelle uit Dendermonde maakt een fietstocht naar de Mount Everest. Hij doet dit om geld in te zamelen voor een kinderopvangtehuis in Nepal. Na 3 weken doortrappen heeft hij Duitsland en Polen doorkruist en is hij nu aangekomen in Kiev. In Mallorca opent het eerste Twitter-hotel. Wil je roomservice? Dan stuur je gewoon een tweet. Het is zeker niet het enige bijzondere hotel. In Japan kan je voor 35 euro slapen in een capsule en voor een dikke 11.000 euro heb je op de Malediven een bed in een onderwaterhotel. Geeuwen is aanstekelijk. Wetenschappers hebben ontdekt dat het zo aanstekelijk is dat zelfs de hond meegeeft met zijn baasje. Maar waarom geeuwen we? Waarom dat we geeuwen, dat is eigenlijk nog niet helemaal juist geweten. Er zijn ondertussen verschillende theorieën ontwikkeld. Geeuwen is aanstekelijk. Als je iemand ziet geeuwen, dan ga je zelf geeuwen. Je gaat zelfs geeuwen wanneer je leest over geeuwen of wanneer je iemand hoort praten over geeuwen. En daarom denken wetenschappers dat het wel eens een sociaal gegeven zou kunnen zijn. Dus dat het een soort communicatiemiddel is dat we overgehouden hebben uit de oertijd. Oermensen konden dat geeuwen bijvoorbeeld gebruiken om aan te geven dat het tijd was om te gaan slapen. Het was namelijk erg belangrijk om allemaal samen naar bed te gaan, omdat een stamhoofd het zich niet kon veroorloven dat een van zijn andere stamleden 's nachts de macht over ging nemen. Een Engelse voetbalclub heeft zijn mascotte ontslagen. Nu de man 42 kilogram is afgevallen, kan hij niet meer schudden met zijn bekende dikke buik. Deze mascotte heeft zijn eetlust nog niet verloren. De zwemkennis van Polen zou ondermaat zijn. Vandaar dat Nederland aan Poolse toeristen vraagt om niet zomaar in het water te duiken. Ook bij ons zijn er volwassenen die zwemles volgen. Volwassenen willen leren zwemmen omdat zij vaak kinderen hebben of kleinkinderen waar ze graag mee willen gaan zwemmen en zich daardoor veiliger kunnen voelen door zelf de zwemslag te beheersen. Het grootste probleem is dat mensen ofwel watervrees hebben, dus echt heel veel schrik om in contact te komen met water, ofwel niet voldoende watergewend zijn. Bij watergewend zijn, daar gaan wij zelf mee aan de slag met de mensen en dat gaat echt over ja, comfortabel kunnen bewegen in het water, durven stappen, durven gaan liggen, kopje ondergaan. Aan de volwassenen leren wij schoolslag aan, omdat we denken dat de meeste volwassenen toch al iets van bagage hebben. Bij kinderen leren wij crawl aan op deze moment, omdat we crawl is een veel natuurlijkere beweging. Eens dat je kan zwemmen, is dat een lifetime sport dat je kan blijven uitoefenen. Dus doen.